Grootendag, mam. Oh, Harley, hoe weet je nou waar ik ben? Moeder speurder, zo vond ik je gisteren ook achter de droger. Oh, je uitvindingen doen me nog eens de das om. Oh nee, hè, de shampoo staat open. Het zit in mijn haar. Yep, dit is mijn moeder. Zit het op een hoopje blik in de voorraadkast. Heb je 7 kids en zoek je rust? Dan krijg je dit dus. Alsjeblieft nog 2 minuten voor mijn koffie. Deur dicht voor die andere machine lastigvallen. Gehoord, begrepen, maar helaas. De hele familie moet om 11 uur in het park zijn voor iets geweldigs. Waar is je reismok? Maar heb je dan geen mokspeurder? Wacht maar. Ik ben de middelste, dus ik leef van afdankertjes. Ik moet het dus zien te doen met wat ik heb. Dat gaat me goed af, maar ik moet wel creatief zijn. Het is overleven. Zie hier je nieuwe reismok, mam. Hazelnoot en handzeep. Hele goede combi. Goed, dan kan het feest eindelijk gaan beginnen. Donuts! Donuts! Dit is of een aardbeving of mijn familie. Het is mijn familie. Rustig aan, jongens. Jullie krijgen allemaal een donut. Als jullie om 11 uur in het park zijn. Oh. Oh. Dat is niet leuk, Harley. Oh. Niet leuk. Als het niet zo is, Sussie, zet ik het je betaald. Betaal me in het park. Om 11 uur in het park? Even kijken wat het memobord zegt. Kookles, Beast en Louie. Basketbalwedstrijd, Georgie. Rachel is vrijwilliger in de gaarkeuken. Harley, waar is jouw huis gebleven? Gisteren was het er nog. Dit meen je niet. Ik lig onder de koelkast en niemand mist me. Sorry dat ik het zeg, maar je wordt hier pas gezien als je echt een doos met donuts hebt. Het spijt me, lieverd, maar een bezoek aan het park lukt echt niet vandaag. En dit is dus wat er gebeurt als je de middelste bent van 7 kinderen. Als mijn familie een week zou zijn, dan ben ik de woensdag. Niet het begin van de week waar alles nog bolt van energie en hoop. Want dat zijn Rachel, Ethan en Georgie. Ja, meneer agent. Ze gilden donuts, maar hier zijn geen donuts. Kunt u doen alsof u haar arresteert? Hallo? Ik ben niet het eind van de week als iedereen opgelucht en blij is. Ik ga je pakken. Dat zijn Louie, Beast en Daphne. Ik ben de dag waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Rotdag. Ik ben Rotdag Harley. Geen bijnaam alsjeblieft. Ik kan je echte naam bijna niet onthouden. Ik was het niet! Welkom bij de familie DS. Verstop alles wat je lief is. Je snapt zeker wel waarom.